Hallo allemaal, hartelijk welkom bij mijn 150ste video in dit kanaal. Vandaag gaan we het hebben over het beginnen van je eigen bedrijf hierin bijvoorbeeld. En hoe lastig dat gaat zijn en hoe fijn het dan is als je goedkope producten aan kunt bieden. Veel mensen die beginnen met zo'n hobby als lasergraveren of met 3D printen, vooral in de Verenigde Staten, maar ook best wel hier in Nederland, beginnen hiermee en hebben in hun achterhoofd gelijk van daar ga ik een bedrijf van maken. In de Verenigde Staten zeg ik, oké, prima. Hier in Nederland, hele lastige aangelegenheid en weet wat je doet. Waarom zeg ik dat nu? Kijk, als je kijkt in de Verenigde Staten en ik kijk heel veel video's, heel veel YouTube video's, dan zie je daar ook prijzen voorbij komen die men noemt. En dat geldt ook voor de Facebookgroep waar je bijvoorbeeld in terecht zou kunnen komen. Bijvoorbeeld over die Arthur Laser Master 2 die ik heb. Of over welke andere laser dan ook. En dan kom je vaak prijzen tegen waar je u tegen zegt. Een voorbeeld, LA Hobby Guy die pennen gaat verkopen. Want daar gaan we ons vandaag mee bezighouden. Die inkoopt voor 79 cent bij Amazon Amerika. Wij doen dat goedkoper, kom ik straks op terug. En ze dan verkoopt tussen de 12 en 15 dollar. Nou, dat moet je eens proberen hier in Nederland. Ja? Hier in Nederland denken de mensen over het algemeen puur alleen aan de prijs en niet wat het kost om iets te produceren. Kijk, en jij slaagt er echt niet in om een pen te produceren voor, nou laten we zeggen, onder de 50 cent. Onmogelijk. En dat geldt met heel veel dingen. Ik heb wel eens de vraag gehad van mensen in mijn omgeving die zeg maar dan zeggen van, joh, kan je zo'n puzzel ook voor mij laseren? Kan je een prijs noemen? En dan zeg ik van, joh, ik verkoop eigenlijk niet, want dat mag ik niet. Ik ben werkloos. Maar als ik dan een prijs noem en ik zou zeggen van, joh, ik zou dat zelf dan verkopen voor 7,50 euro. En dan weet ik eigenlijk al dat dat productiematig vele malen te laag is. Maar bij die 7,50 euro zeggen die mensen al van, oeh, dat is maar echt te veel geld. En ik weet het, wij Nederlanders zijn gierig. Tenminste, de Belgen die maken graag grappen over ons Nederlanders als zijn de gierig. Maar ik beloof jou één ding, mede Belgische vrienden, ook in België, krijg jij het niet voor 12 tot 15 dollar over de bühne. Dat gaat je niet lukken. Nou vind ik dat ook een ver overrated prijs. Ik vind een prijs moet in verhouding staan tot vraag en aanbod. En het aanbod is best veel. Vraag is relatief laag. Daardoor zijn ook de prijzen laag. Maar daarmee kom je dan over het algemeen productiekostenmatig niet uit. Hoe dan wel? Hoe kom je er dan wel mee uit? Nou, dat is wanneer je bijvoorbeeld gebruik gaat maken van echt hele goedkope grondstoffen. En die zijn er, absoluut. Er zijn absoluut goedkope grondstoffen. Of je daarmee die verkoopprijs onder die pijngrens van die klant krijgt, dat is de vraag. Dat kan ik je niet beloven. Wat wij vandaag gaan doen, wij gaan ons bezighouden met pennen. Ik pak ze er even bij. En deze zijn besteld in China bij onze grote vrienden van AliExpress. Houd dus wel rekening met een lange levertijd. Dit is een zak met 60 van die pennen. Het totale bedrag 20,54 euro. En dat komt neer op een prijs per pen van 35 cent. Ja? 35 cent voor een pen met een bamboe behuizing. En bamboe kan je laseren. Nou, kijk, ik denk dat als je dit wil verkopen, dat je met een euro misschien krijgt ze wel verkocht. En zeker omdat je ze kunt persoonlijk maken. En natuurlijk kun je daar je bedrijfsreclame op zetten. Dat is wat ik ermee ga doen. Ik ga daar mijn bedrijfswebsite op plaatsen. Maar je kan natuurlijk ook op een evenement zeggen van, hoe heet jij? Pietje Jansen? Dan maak ik daar Pietje Jansen op. Of weet ik, wat dan ook. Of leuk dat u op de bruiloft van Aniek en Peter was, noem maar iets, bedenk het maar. Ja? En dat kan natuurlijk erg interessant zijn, want voor een eurotje dan gaat het waarschijnlijk nog wel. Kijk, zodra je boven die euro gaat komen, zeggen mensen al gauw van, joh, ik krijg van elk bedrijf krijg ik pennen geleverd. Als ik bij 1, 2, 3 ink bestel voor mijn printer, mijn gewone printer,
Dan gooi je zo automatisch al 3 van die pennen in zo'n doos. Ja? Dus goedkope zaken, daarmee werkt dat. Maar zodra als jij dure dingen gaat maken, ik geef een voorbeeld, mijn video van het dienblad met tegels erin. Als ik daar een vraagprijs op moet zetten die realistisch is, denk ik dat we in de buurt van de 60 euro komen, want ik heb er echt 5 dagen aan gewerkt. Ja. Een enigszins redelijke prijs acceptabel zou zijn als ik het moest verkopen, ik doe dat dus niet, dat weet je. Ja. Dan zou dat 30 euro zijn en ik weet nu al dat de gebruiker zegt van, veel te duur. Krijg ik bij IKEA goedkoper. Ja, alleen dan krijg je er geen tegels in en jij hebt niet bepaald wat er op die tegels staat. Nou goed, oké. Maar dat is dus een probleem in onze samenleving. In Amerika gebeurt dit grif wel, hè. In Amerika, ik heb het mooiste voorbeeld was een video die ik zag van iemand die... Er kwam een klant en die had een mes, een zakmes. Het is niet eens zo gek groot, maar er moest op het lemet een naam gelezen worden. En die gebruiker die vroeg op Facebook aan andere gebruikers van, goh joh, wat vragen jullie hier nou voor? En die andere gebruikers die waren, daar waren daartussen, die werden gelijk boos, want ja, die zagen gelijk weer een concurrent. Nou ja jongens, Amerika's groot, dus don't worry too much. Ja. Maar vervolgens kwamen er prijzen boven water tussen de 30 en 60 euro, of dollar, niet liegen, dollar, alleen om een naam, om een lemet van een mes te lezen. Nou jongens, echt geloof mij, zowel in België, dus in Nederland, als in Duitsland, maakt niet uit waar, hier in West-Europa, forget it. Je raakt het never, nooit kwijt. Dus A, wat heel belangrijk is als je dat wilt, moet je A, een uniek product hebben, en dat is vrij lastig in die lezerwereld, want dan zul je echt creatief moeten gaan zijn. En je moet een goedkoop product hebben. En je moet die klant ervan weten te overtuigen, dat de kosten die hij betaalt ook reële kosten zijn, en dat het onder zijn pijngrens blijft. Nou, even over die pennen. 60 stuks, bamboe. Als we die gaan lezen, dan hebben we natuurlijk niet een onbeperkte maat van wat we kunnen lezen. Kijk, je hebt, om te beginnen heb je hier dat klemmetje. En je wilt eigenlijk niet hier lezen, net onder dat klemmetje. Je wilt eigenlijk op de zijkant, zeg maar, lezen. Dat wil je. Wat daarbij van belang is, is dat natuurlijk dat die houder rond is. Dus met andere woorden, je kunt ook niet onbeperkt lezen, want dan gaat je laser uit de focus. Conclusie is, we moeten hem gaan opmeten, de diameter, om een heel klein beetje te bepalen wat nu wijsheid is in dit geval. Nou, dat ga ik even doen. Pakken we een schuifmaatje voor. Zet de schuifmaat erop. En ik kom op 11 mm. Ja? En ik heb voor mezelf al bepaald, dat had ik al bepaald voor mezelf, dat ik van die 11 mm 6 mm laserbaar maak. Dus ik ga de hoogte van die tekst gaat niet hoger als 6 mm zijn. Kan best zijn dat ik later nog iets groter wil, dit is een eerste test natuurlijk. Maar dat is wat ik ga doen. Tweede wat ik ga doen, je hebt natuurlijk die breedte van die pen. En die ga je niet helemaal gebruiken. Ik heb berekend dat het mooiste is, zeg maar ongeveer. Je hebt 60 mm ter beschikking. Nou, dit is vrij veel, 60 mm. Ik snap niet hoe ik op 60 mm. Nou ja, ongeveer 60 mm. Dus dit gedeelte hier. Even goed houden. Dit gedeelte is wat mij betreft laserbaar. Ja? Oké, en dat gaan we dan ook laseren. Een heel groot voordeel van die pennen overigens is ook dat die pennen die lezen natuurlijk razendsnel. En de reden waarom ik 5 dagen bezig ben geweest met dat dienblad is heel simpel geweest vanwege de tijd die elke tegel maken kost. Ik schat in, ik weet het niet precies, maar 5 minuten voor een pen misschien. Veel meer zal het niet zijn. Het volgende wat ik heb gedaan, en dat is ook heel belangrijk. Ik heb een mal gemaakt, want als je meerdere pennen gaat doen en je moet ze iedere keer opnieuw uitrichten, dan wordt het een vrij moeilijke aangelegenheid. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een mal gemaakt, het is vrij lastig. Ik heb een stuk schuim gepakt en ik heb dat zo gevormd dat zo'n pen, even goed laten zien, ja, steeds op dezelfde manier kan worden ingelegd en ingedrukt. En die mal, die ga ik plakken met plakband op mijn werkbed. Ongeveer daar waar het midden is, maar het maakt op zich niet zo heel veel uit. Waarom maakt het niet zo heel veel uit? Uiteindelijk moet ik hem laten kaderen. En op het moment dat hij gekaderd is, ga ik zorgen dat dit precies in het midden zit. En dat we precies
die laserafgravuren hierop krijgen, zeg maar. Goed laten zien, zo. Dit moet dus geplakt worden op mijn werkbed. In Lightburn, ik ga het je niet eens laten zien, het is bloed en bloed simpel. Je maakt een toolpad van, we hadden gezegd, 60 centimeter, of 60 mm bij 6 mm, dat is 6 mm hoog, 60 breed. Dus je maakt een rechthoek, 60 bij 6. Die zet je op een toolpad, zodat hij niet gelezen wordt. En in dat vak plaats jij uiteindelijk je tekst met het door jou gewenste lettertype. Wat nog wel belangrijk is, en dat zal ik straks wel eventjes nog vertellen, dat is met welke settings je hem dan gaat lezen. Zodat je een goede afbeelding krijgt. Maar eigenlijk kan ik dat nu nog niet zeggen, want ik heb het nog niet geprobeerd. Dus ik moet nog heel even kijken, wat zijn nou de ideale settings? En dan zal ik dat later op in de video laten horen. Nou, wat ik ga doen, ik ga de computer en de laser opstarten. Ik ga even kijken of ik wat vergeten ben. Nee, ik ga de computer en de laser opstarten. Vervolgens ga ik de pennen positioneren op het werkbed. Ik ga de mal vast plakken. En dan gaan we eens kijken of we wat pennen kunnen graveren. Overigens, deze gaan niet gepersonificeerd worden met namen van mensen, maar met de naam van mijn eigen firma. En ik heb geen laser engrave firma. Dus dat verandert. Denk vooral niet dat ik dus probeer concurrenten weg te jagen. Het bedrijf wat ik heb, je kunt het achter me al zien, er staat een slush puppy machine. Ik heb een verhuurbedrijf met allerlei fun producten. Slush puppy, popcorn, suikerspin, springkussens, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dit zijn een aantal giveaways die ik ga maken voor mijn klanten. Oké. Zo gezegd, zo gedaan. We gaan beginnen. Ja, eindresultaat is klaar. Mag er ook zijn. Hier zie je de gelezen tekst. Een paar dingen. Allereerst even over de prijs dus. €20,54, 60 stuks. Dat is ruwweg naar boven afgerond. 35 cent per stuk. Dus 34 en nog wat. Dat is interessant. Dan had ik rustig de letters iets kleiner kunnen maken. Had ik ook iets minder kans gehad dat die iets wat naar beneden verspringt. Want dat zijn ze heel klein beetje. Maar goed, ik maak me daar niet al te druk over. Mensen mogen blij zijn dat ze iets cadeau meekrijgen. En dan is dat verder ook geen probleem. De speed die ik gebruikt heb was 1500 mm per minuut. En de power uiteindelijk 60%. Ik was begonnen met 85%, maar ben naar beneden gegaan naar 60%. Want dat is eigenlijk meer dan voldoende. De burntijd voor één zo'n pen, 2 minuten en 10 seconden. Dus eigenlijk geen tijd en daarom zeg ik, op dit product zou je echt winst kunnen maken. Hè? Dan is zeg maar de productietijd is misschien, of productiekosten zijn misschien inclusief de pen 45 cent. Verkoop je voor een euro, je hebt 55 cent winst geboekt, zeg maar. Luister lieve mensen, het maakt mij totaal niet uit of u een bedrijf wil beginnen in deze business. Ik zeg alleen dat u zich van tevoren moet beseffen hoe lastig dat kan gaan zijn met datgene wat wij in Nederland, in België, in Duitsland als normale prijzen ervaren. Dat namelijk gaat niet opwegen tegen de werkelijke arbeid die u erin heeft en ook de inkoop van grondstoffen en dergelijke, daarnaast afschrijving van de laser, stroomverbruik, noem het maar op. Nogmaals, probeer het gerust als u dat wil doen en ik hoop dat het slaagt voor u. Ja? Maar het gaat wel lastiger worden. Mijn 150ste video vandaag over alle hobby's die ik heb. IJs maken, chocolade 3D printen, FDM 3D printen, SLA 3D printen, CNC frezen. Maar vooral ook mijn laser engraver. Dat zijn er nogal wat 150 video's. Ik wist niet dat ik er al zoveel gemaakt had. In die tussentijd, zeker de afgelopen maand, ook heel erg veel volgers erbij gekregen. Waarvoor mijn dank aan u. Ik dacht inmiddels 152 als ik het goed gezien heb vanmiddag. Ik zal waarschijnlijk never nooit de 1000 gaan halen, boeit me ook niet. Want ik weiger om reclame te maken voor het kanaal. Ik heb een hekel aan mensen die altijd maar roepen in hun video's, subscribe en like en patrons en weet ik veel wat. Ik ben gewoon een koude jongen van de koude grond. En ik wil gewoon een verhaal aan u vertellen en proberen u wat te leren. Ik hoop dat u het leuk vond deze video. Het laseren van bamboepennen. En tot een volgende keer. Dag.